In het Erasmus MC staat duurzaamheid hoog op onze agenda. We werken aan het verminderen van onze CO2-footprint door minder afval te produceren en na te denken over slim en verstandig hergebruik. Ook het nadenken over een gezonde leefomgeving hoort daarbij. En daarom ga ik vandaag praten hier op het dak van het Sophia Kinderziekenhuis met Pieter Jeucken. Hij is niet alleen de ambtelijk secretaris van onze ondernemingsraad, maar ook imker. Ik sta hier op het dak van het Sophia, het groene dak, in een heel bijzonder pak, een imkerpak, samen met Pieter. Pieter is een imker. Pieter, waarom staan we hier en wat doe jij hier? Ja, nou, ik verzorg deze bijen, dat om te beginnen. Ik ben ambtelijk secretaris bij de ondernemingsraad, dus ik werk hier gewoon. Ja. En, omdat we hier allemaal die groene daken hebben, is er op een gegeven moment vanuit Teun en Sophia en Pip en maatschappelijk verantwoord ondernemen het initiatief gekomen om hier bijenkasten neer te zetten. Ter verrijking van het dak eigenlijk zo'n beetje. Ja. En daar hebben ze imkers bij gezocht en kwamen ze bij mij terecht. En ik doe dit samen met een collega, Rob Oud, en die is anesthesiemedewerker in het Sophia. En hoe draagt dit nou bij aan de duurzame transitie die wij als Erasmus MC willen maken? Nou, we hebben ervoor gekozen hier om groene daken neer te leggen. Ja. Het hele Erasmus, het is niet alleen dit dak, maar het is veel breder dan dat. En die groene daken die floreren door bijen, want planten hebben bijen nodig voor de bestuiving. Maar het is verder dan dat. Het gaat ook over de bomen die je daar ziet op het dak van het depotgebouw. Het gaat over het park, het gaat over de rozentuin bij de kunsthal. Die profiteren allemaal mee van onze bijen, want bijen die... En het levert ook nog honing op? Het levert ook nog honing op, ja. Sophia honing. Dat is gewoon leuke bijkomstigheid, zeg maar. We halen hier toch een dikke 100 kilo honing per jaar van het dak af. En die wordt verkocht onder collega's. Ja. En die vinden dat allemaal prachtig. Het is altijd in een half uurtje uitverkocht. Dus, hartstikke goed. Leuk. Hey Piet, wat vind jij dat we nou nog meer zouden moeten doen aan een duurzaam Erasmus MC? Er ligt een grote opgave. Mm-hmm. Het Erasmus MC is een grote organisatie. Dat betekent ook dat je een grote verantwoordelijkheid hebt. Ja. We doen al van alles. Maar wat moet er nou nog meer? Ja, kijk, we zijn natuurlijk een organisatie die relatief vervuilend is in die zin. Ja? Maar ja, veel afval, veel energie. Ja, dat is inherent aan onze core business. Kunnen we ook niet zo heel veel aan doen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om bewustwording te creëren in huis. En dat mensen nog eens een keertje nadenken voordat ze iets doen. Ja. En dat duurzaamheid een issue is wat in elke keuze die we als organisatie maken, maar ook die op afdelingsniveau gemaakt wordt en ook die op individueel niveau gemaakt wordt, dat mensen wel duurzaamheid meewegen. Ik ben het met je eens. Ja. Ik denk dat je dan al heel veel doet. Bewustwording, iedere dag, ieder moment weer. Verantwoordelijkheid nemen in die zin waar het kan, duurzaamheid mee laten wegen. Hartstikke goed. Laatste vraag, Pieter. Wat heb jij nog voor tip voor de Erasmus MC'ers? De duurzame tip van Pieter. Ja, ik ga terug naar de bijen. Dat is sowieso natuurlijk. Daarvoor staan we hier. En mensen kunnen thuis heel veel doen om hun eigen tuin en omgeving bijvriendelijker te maken. Je kunt bijvriendelijke planten in je tuin zetten. Je kunt de tegels eruit gooien en meer borders, meer groen in je tuin. Je kunt hoopje snoeiafval gewoon door de winter laten liggen, omdat insecten daarin kunnen overwinteren. Ja. Dus het zijn kleine dingen die iedereen zelf kan doen. Hè, waar gewoon de hele natuur, al die bijen heel veel plezier van hebben. Een bijvriendelijke omgeving. Ja. Hartstikke goed. Pieter, dank je wel. Graag gedaan.